En inmiddels is Tim van Hattem de studio binnengestapt. Tim is onderzoeker aan de WUR, de Universiteit van Wageningen. En hij is ook programmaleider Groene Oplossingen voor Klimaatverandering. En hij heeft een prikkelende visie op Nederland in 2021 en gaat deze visie nu pitchen. Tim. Ja, dankjewel Sascha. Ja, we gaan kijken naar de toekomst. Maar voordat we dat doen, gaan we even naar het hier en nu. Deze foto staat eigenlijk symbool voor de wereld van vandaag. Je zou kunnen zeggen, de wereld staat in brand. En we gaan ondertussen gewoon door met het spelen van een potje golf. We zijn ongelooflijk druk met het oplossen van korte termijn problemen. Met brandjes blussen. En we weten natuurlijk dat klimaatverandering de grootste opgave is van deze eeuw. En terwijl in Canada de temperatuur oploopt tot wel 50 graden, komt het in Nederland met bakken uit de hemel. En deze foto is gemaakt in het dorp waar ik vandaan kom, Bunde. Het station staat helemaal onder water. Wij noemden het vroeger Bunde Centraal. Extreem weer. Mijn moeder heeft de hele nacht water staan hozen uit de kelder. En we weten dus dat klimaatverandering niet meer iets is van de lange termijn. We zitten er middenin. En naast extreme buien kunnen we ook extreme droogte, hittegolven en zeespiegelstijging verwachten. Dus we moeten ons gaan voorbereiden op die toekomst. En dat maakt ons ook wel bezorgd. Als je Nederlanders vraagt hoe denkt u dat Nederland er over 100 jaar uitziet, dan zijn 1 op de 5 mensen, volgens onderzoek van RTL, die zegt Nederland staat voor een heel groot deel over 100 jaar onder water. Dus we beginnen ons echt zorgen te maken over onze toekomst. En dat lossen we niet op met allemaal technische oplossingen of korte termijn kleine pleistersplak oplossingen. Er is echt systeemverandering nodig. En er is 1 hele belangrijke oplossing die we stelselmatig over het hoofd zien. En dat is ons natuurlijk systeem. Gezonde bodems, gezonde watersystemen, bossen, wetlands zijn onze belangrijkste bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. Ze kunnen CO2 uit de atmosfeer halen en ons helpen tegen de weerbaarheid tegen klimaatextremen vergroten. Maar er is ook iets aan de hand met dat natuurlijk systeem. Een hele grote groep, internationale groep wetenschappers heeft in 2019 geconstateerd dat het verlies aan biodiversiteit eigenlijk misschien nog grotere uitdaging is dan het klimaatprobleem. En 1 miljoen soorten wordt met uitsterven bedreigd. En dat betekent dat we echt fors moeten gaan inzetten op dat natuurlijk systeem weer gaan herstellen. Bending the curve, zoals we dat noemen. En dat gedachtegoed, dat natuurherstel, het samenwerken met natuur, dat zou eigenlijk leidend moeten zijn in het nadenken over de toekomst van Nederland. Ons kleine, mooie Nederland, die delta, die staat voor hele grote opgaven. En we hebben de energietransitie, de transitie in de landbouw, de circulaire economie en de woningbouwopgave. Het zijn allemaal ruimtelijke opgaven. En dat moet allemaal plaatsvinden in het licht van klimaatverandering en herstel en biodiversiteit. En wij hebben in Wageningen met een groep onderzoekers eens nagedacht, eigenlijk iets ongebruikelijks gedaan, en is nagedacht van hoe zou Nederland er over 100 jaar uit zou kunnen zien als we dat natuurlijk systeem leidend zouden maken en water en bodem leidend maken in de ruimtelijke toekomstige inrichting van Nederland. En we dachten van ja, we kunnen een heel dik rapport schrijven, maar het leek ons interessanter om dat eens op de kaart te zetten. Want als je wil weten waar je heen wil, welke richting je op wil, dan heb je een kaart nodig. Dus wij hebben een nieuwe kaart van Nederland gemaakt, waarin we hebben laten zien hoe Nederland eruit zou kunnen zien als we echt dat water- en bodemsysteem, ons landschap, leidend maken in de ruimtelijke inrichting van Nederland. En ja, we hebben die kaart gekanteld, omdat wij willen benadrukken dat we echt anders naar Nederland moeten gaan kijken. Een ander perspectief op ons land. En ook dat de zee een belangrijk deel is van Nederland en ook een belangrijk deel is van de oplossing. Nou, laten we eens inzoomen op een aantal onderdelen van deze kaart. En laten we beginnen op zee. Nou, we gaan daar heel veel energie produceren. Windenergie, zonne-energie, waterstofhubs. Maar we gaan ook veel meer voedsel produceren op zee. Een deel van de eiwittransitie gaat plaatsvinden op zee. Oesters, mosselen, maar ook zeewier tussen de funderingen van die windmolenparken. We gaan onze kust laten meegroeien met de zeespiegelstijging. En als we dan verder landinwaarts gaan, dan zien we veel meer ruimte voor water.
Ruimte voor de rivieren hebben we natuurlijk prachtige programma's mee gehad. Maar we moeten gaan anticiperen op nog hogere rivierafvoeren. Dus we gaan die rivieren nog meer de ruimte geven. We gaan onze beste gronden, de meest vruchtbare gronden, inzetten voor plantaardige voedselproductie. En we gaan die kringlopen zoveel mogelijk proberen te sluiten. En dat betekent dat we niet zoveel mogelijk voedsel per hectare gaan produceren, maar zo gezond en duurzaam mogelijk voedsel per hectare. We gaan onze veenweidegebieden op hele grote schaal vernatten. En we gaan daar bodemdaling tegen, de CO2-uitstoot van die gebieden tegen, door die gebieden op grote schaal te vernatten. En met andere vormen van teelten, andere vormen van landbouw. En we hoorden het net al, de droogte, ook een groot toenemend probleem in Nederland. En we gaan juist onze hoge zandgronden veel meer inrichten als sponsen. En elke druppel water daar zoveel mogelijk vasthouden. Inzetten op natuurlijk inrichten van onze beken en veel meer bossen aanleggen. Juist op die overgangen van hoog naar laag. En die bomen, nou, die kunnen we gebruiken voor het bouwen van onze steden. Waarbij onze steden opslagplekken worden van koolstof. En we gaan onze steden op hele grote schaal vergroenen. Dus ook om de sponswerking van onze steden gaan we vergroten. Door zoveel mogelijk in te zetten op groen. Waarbij we die regenbuien kunnen opvangen. Die temperatuur van die steden omlaag kunnen brengen. En vooral die steden ongelooflijk leefbaar maken. Toen wij dit verhaal de wereld in geslingerd hadden, hebben wij ontdekt dat Nederland schreeuwt om een hoopvol toekomstperspectief. Naast alle doemscenario's die we dagelijks voorbij zien komen, willen we weten waar we naartoe moeten, wat we moeten doen. En Nederland heeft behoefte aan zo'n verhaal. En de grote vraag is natuurlijk, hoe komen we daar? En want Nederland heeft met onze kennis van waterbeheer, landbouw, governance, alle componenten in huis om eigenlijk een living lab te zijn en nieuwe oplossingen te testen, op te schalen en die kennis te exporteren naar het buitenland. Maar dat betekent wel dat we bij elke beslissing die we vandaag nemen moeten nadenken hoe dat bijdraagt aan deze richting. En hoe dat bijdraagt aan toekomstige generaties, wat dat voor hun betekent. En dat was precies ook het verhaal van Roman Krasnaric in zijn boek The Good Ancestor. Als u nog een goed boek nodig heeft voor de zomervakantie, lees dit boek. Daarin pleit hij voor het lange termijn denken in onze korte termijn samenleving. En ik zat vorige maand met hem in een sessie en hij vond het verhaal van onze kaart, onze toekomstvisie van Nederland, een fantastisch verhaal. En hij zei, die kaart van jullie die moet in elk klaslokaal in Nederland op scholen hangen om de jeugd, jonge mensen te inspireren voor de toekomst en de richting die we op willen. Nou, afgelopen vrijdag was ik in de klas van mijn zoontje. Heb ik een lesje gegeven over klimaatverandering en over water. En natuurlijk aan de klas gevraagd van hoe denken jullie dat de toekomst eruit ziet. En ik kan je vertellen, die jeugd heeft ongelooflijk veel creatieve ideeën. Dus laten we die jonge mensen in hun positie zetten, mee laten denken over hun toekomst. Dat is ongelooflijk belangrijk. En ja, we kunnen dit niet alleen, we moeten dit met z'n allen doen. Samenwerking is echt heel belangrijk, want de opgaven zijn immens. Dank u wel.